leuk dat je weer kijkt naar EK Daily. Tijdens het EK praten we je elke dag helemaal bij over al het voetbal in Frankrijk. Vandaag doe ik dat met de volgende drie gasten. Simon Tjommer, Jordi Mali en James Worthy. Welkom mannen. Dank je. Heel veel voetbal vandaag. We hebben al twee wedstrijden gezien. Straks het slotstuk met jouw Engeland natuurlijk. Maar ik wil even beginnen met de wedstrijd van gisteren. De openingswedstrijd. Frankrijk tegen Roemenië. Simon, genoten? Ik heb zeker genoten. Ik heb vooral genoten van bepaalde individuele acties. Niet alleen bij Frankrijk, maar ook bij Roemenië. Als ik mooie pasen eruit mag halen. Bijvoorbeeld de steekpasen binnendoor naar het centrum. Waar die mooie halve volley vandaan kwam van Stankiew. Nou, ik heb wel genoten. Tuurlijk maken ze heel veel fouten. Je ziet ook dat de teams niet echt ingespeeld zijn, ja. In mijn ogen. Dat is altijd het verpante bij nationale elftallen. Dat je maar dat hoe toch kan ziet. Dat, Simon? Je zegt nog niet ingespeeld. Ze hebben een hele voorbereiding nu achter de rug. Ja, maar je ziet toch, kijk, als je de eerste paar weken in de competitie neemt bij een team, zie je ook dat het nog niet loopt. Ja. En dat zie je nu eigenlijk ook de eerste wedstrijd bij het toernooi. Je zult aan het einde van het toernooi zien dat de teams veel beter voetballen. Ja. Jordi, we hebben het gisteren al besproken. Een openingswedstrijd is altijd een wedstrijd op zich. Een enorm cliché, maar gisteren zagen we het. Ja, nee, dat was ook wel zo. Die kans van Roemenië, dat hij hem mist. Ik vond veel rare dingen. Roemenië verraste mij met het spel. Dat ze zo goed tegenstand gaven. Ja, nee, iedereen weet dat ik niet op Team Giroud ben. Dus ik vond het jammer dat hij de hele wedstrijd erin mocht blijven. Dan scoort hij ook nog, hè? Ja, zet ik hem net zwart in. Ik ook op Twitter. Delete. De keeper had daar natuurlijk wel een groot aandeel bij. Maar ja, dat is wel... Hij duwde hem wel, toch? Het zat wel dicht tegen een overtreding aan, vond ik. Maar hij miste helemaal die bal. Nee. Ja, maar hierdoor, bam, die. Serieus. Vandaag, die keeper, die mist echt de bal. Want hier raakte de keeper wel. Ja, gaan we het zo even hebben. Van mij drie fouten al echt gigantische blunders gehad voor keepers. Ja. Payet. Dat was wel prachtig. Ja, die op Frankrijk kijk, een fantastische bal trouwens, hè? Beste man ook de hele wedstrijd. Ja, beste man. Huilhoek, hè? Hij was eigenlijk geen vaste keuze, Jordi, bij Frankrijk tot aan dit toernooi. Het was wel verrassend. Hij heeft natuurlijk goed de laatste fase ingegaan. Bij West Ham was het natuurlijk een sensatie. Maar ja, er staan nog wel wat andere jongens ook qua mogelijkheden. Martial en Coman. Ja. Hij heeft het toch gegokt. En ja, ik vond hem af en toe wel eens onzichtbaar in de wedstrijd. Maar ja, hij heeft op het eind betaalt hij hem wel flink terug. Ja, huilhoek, hè? Was mooi, man. Ja, was echt mooi. Maar die tranen, dat was wel... Ja, dat mooi? Ja. Hoogtepuntje tot nu toe. Serieus. Ja. Simon, je bent... Hij had tranen, hè? Hij had tranen. Opa, maar vind jij dat dan mooi? Dat nu al... Payet. Nou, laat jou nog voor mijn elleboog. Ja. Wil je daar nog even over? Oh, je poog maar. Dat was wel erg slecht, hè? Gezien de hele wedstrijd. Vooral wat ik heel erg vond was op het eind. Toen ze naast elkaar op de bank zaten. Met de reservekeeper Costil. Ja, maar Giroud stond gewoon nog in het veld. Ja, het is vrij absurd dat als hij gewoon op het veld... en hij is niet eruit gewisseld, dat je die fout maakt. Ja. Maar ja, ook veel donkere jongens continu Pogba noemen. Ja, iedereen was Pogba. Is niet heel sterk. Iedereen. Nee. En wat ook helemaal niet erg is, zeg gewoon sorry dan. Ja, vind ik ook altijd. Als je een fout maakt, toch? Als jij zo meteen Pogba iemand anders noemt en je denkt laat... oh ja, jongens, ik bedoel dat... Nee, dan heb ik gewoon, dat maakt toch niet uit? Nee, dan heb ik gewoon gelijk. Jezus. Maar wat vond jij van het wisselen? Kijk, hier zie je een mooie foto van de champ die Pogba eruit haalt. Ook Griezmann haalt hij eraf. Ja. Ik was zo dat ik de wissel aan de kant zag staan. En ik zei thuis... Tegen wie praat je dan thuis? Ja, dit keer was mijn vrouw in de buurt, moet ik eerlijk toe. Normaal is ze ver weg, maar ik zei echt, als hij een grote is, dan haalt hij nu Pogba eruit. En hij deed het en dat vond ik echt geweldig. En dan zie je dat Deschamps een goede trainer is. Ja. Dat is volkomen terecht. Dat was hij speelde echt slecht volledig Pogba. Alles wat hij deed was traag. Langzaam. Ja. Hij wil iedere keer de actie ingaan, wil laten zien hoe goed hij is. Ja, precies. Nee, volledig terecht. Voornamelijk het stukje overachieving. Alle spotlights zijn natuurlijk op hem gericht. En hij wil dat ook die rol aannemen. Ja. Was even te veel hoop op zijn vork. Ja, ik moet trouwens ook gelijk sorry zeggen tegen mensen thuis die dachten... Oké, ik neem Niels' mening heel serieus met de EK-pool door Slowakije te volgen. Slowakije outsider, die gaan het hartstikke goed doen. Je was er wel echt ziek van. Man. En ik weet je wie er ook echt ziek van is? We hebben namelijk nu iemand aan de lijn hangen uit Slowakije, als ik het goed is. Martin Rendek. Martin. Hi. How is your mood at the moment? Oh, well, I'm quite disappointed. Everyone from my family, we are quite disappointed. Yeah, because I was just explaining in Dutch that I was telling the audience yesterday, Slovakia is going to do excellent in this tournament, but such a major disappointment this game. Oh, definitely. Me personally, I didn't expect that we drop all 3 points against Wales
it's a big blow for our progress ambitions in this tournament. Yeah, there are still two games remaining, but it's gonna be tough. Yeah, where did it go wrong? I think the first 55, 60 minutes, our players were somehow stressed maybe, or somehow the burden of expectations hit them maybe. Then it was a question of the first goal. I'm pretty sure that if Marek Hamšík would score at the third minute, yes, for Slovakia, that would be a completely different game. But unfortunately, on the other side, Gareth Bale scored a goal. And it was, yeah, that was the game we didn't want it to be. And it was the game like Wales wanted. And then hopefully and luckily there was a Dudas, you know, leveling goal. But then again, mistake in the defending, and then that was again pretty tough because Wales, they are a team which is a, you know, very good, well organized, well marshaled by Ashley Williams and other lads, and also a pity with Adam Nemeth's header, but yeah, unfortunately we lost. Yeah, what was the opinion on the television? The TV commentators, they were also disappointed because they felt that Wales was an opponent. That was, I think, the easiest opponent maybe from also Russia is quite beatable, but we should at least one, we should get at least 1 point, I think. Yeah. Now it's 0 points, and that's the problem. Yeah, you're a journalist in Slovakia. You're also a scout. Did you see any positive things about the national team today? Oh yeah, definitely. I like the team spirit after the leveling goal. I like some wing plays from Mark, from Vladimir Weiss. Maybe I think I would point out my personal opinion that the coach Kozak should substitute Vladimir Weiss maybe 10 minutes earlier and get Stoch, Miroslav Stoch, instead of Weiss earlier, because he seemed a bit tired. I mean Weiss. And that was my personal opinion, because Stoch is a player who is very similar to Weiss. His playing style is very similar, and he could cause some disappointment and some major problems for the Welsh defense. That's my opinion. But yeah, to be honest, there were more mistakes than positives. So from the Slovakian point of view. Yeah, you know the team very good. Do you expect that there will be a lot of changes for the next game? I don't think, because Jan Kozak is a type of a coach who is firmly behind his charges. He doesn't like to change the lineup very often. And maybe one, maximum two changes. That's what I think. Okay. Because with this bunch of players, I would say 13, 14 players, he played almost the whole qualifying group, and also in the friendly games, he didn't make many changes in the lineup. So I don't think. Maybe at up front there would be the change, and also there would be a switch in the playing style, because our frontman Michal Djuric is a more agile type, and he was up front first 60, 65 minutes, and then came Hauking forward, Adam Nemeth, who is much stronger. He's not so agile, so mobile, but he's stronger and he's good for the penalty box areas, for the heading. And he's good in the air, yeah. So maybe there would be a change in this kind of that style of play, yeah. Because in that case, if Nemeth is up front, there need to be more crosses from the wingers, of course. I get it. Okay, Martin, thank you very much for your time, and we'll talk next week. Yeah, thank you very much, guys. Bye-bye. Bye-bye. Weet je wat ik gek vind? Ja. Hij zegt niks over de keeper. Nee, ja, misschien. Ja, ik wilde eigenlijk een brugje maken. Misschien heeft hij ook broer. Belangen. Er zit iemand naast je die heeft ook belangen bij spelers van Slowakije, toch? Ja, heb ik goed, toch? Over heel de wereld, toch? Bedrijf waar jij advies aan geeft. Ja, waar ik veel mee samenwerken. Welke spelers van Slowakije hebben jullie?
Nou ja, welke spelers, een paar namen om te noemen. Dusan Svantos zit bij Stars and Friends. Matis Kittel zit bij Stars and Friends. Nemec zit bij Stars. Die afgelopen jaar bij Willem II speelde. Bij Willem II, ja. Is een tussenpersoon die nu zijn zaken doet. Maar... Nee, dat is inderdaad zo. Kijk, het bedrijf met wie ik samenwerk is begonnen met in Slowakije en Tsjechië en Oostenrijk en Duitsland. Samen en uitgebreid over heel Europa. Ik heb jou altijd heel hoog zitten als voetbalkenner. Wij eigenlijk wel altijd hier bij FC Afkikken. Simon Tjommer komt binnen. Jongens, schrijf hem op 3-0 Slowakije. En dan deed jij het iets beter, James. Jij zei niks over deze wedstrijd, toch? Volgens mij zei ik 2-1 Wales. Ja. Ja, serieus. Hè? Maar even serieus. Het is toch best... Het is de eerste upset in het toernooi, toch? Nou, hè? Ja, ik had wel meer verwacht van Slowakije. Nee, wat jij zegt. Ik denk dat sommigen hadden meer verwacht van Slowakije. Maar ik zat niet met mijn handen uit. Hoe kan dit? Hoe kan Wales punten pakken? Wales deed gewoon goed. Als zij elke keer vroeg voorkomen, dan krijgt de ploeg het moeilijk tegen. Ja. Want daarna staat ze met z'n elf te verdedigen. Ja. Ja. Juich jij ook eigenlijk voor Wales? Nee. Nee? Wel sympathie? Misschien een tikkeltje wel. Oh, misschien een tikkeltje. Ja, wat is hier een beetje verdeeld in Nederland dat met buurlanden... België? Duitsland? Top, toch? Ja, goed team, man, Duitsland. Ja, jullie zitten hier trouwens nog heel relaxed nu naast elkaar. Eerder vandaag mochten jullie actief iets gaan doen. Of voetbal, bij het legendarische spel De Boot In. Ja. Laten we even kijken hoe de mannen het er vanaf hebben gebracht. Woe! Welkom bij de volgende aflevering van In de Boot. Vandaag met Simon Tjommer. Goedenavond. Goedenavond. Je hebt 3 ballen en je mag kiezen of de boot op 10, 20 of 30 meter gaat liggen. De laatste bal is een verdubbelaar, want je krijgt net zoveel punten als het aantal meters dat je ze weg doet. Dus jij gaat voor 3 keer 30, neem ik aan. Ik ga juist voor 30, ja. En als ik het dan niet red, dan gaan we steeds kijken wat we doen. We gaan het meemaken. Voetballen gisteren viel tegen. Dat was niet best, hè Simon? Ja, maar ik moet warm worden, hè? Ik kom net warm in de auto. Ja, als je met een bus bijvoorbeeld naar een uitwedstrijd rijdt, moet je ook altijd een hele dag hebben te herstellen. Daarom heb ik uitwedstrijd nooit goed gespeeld. Pak hem! Oh. Pak hem dan! Hey, die zat! Hoe dan? We komen dichterbij, de laatste van dubbelen. Ja. Dus we gaan nu van 60. 60 punten. Gefeliciteerd, Simon. Ja, weet je wat jammer is? Normaal heb je een warming-up. Ja. En die had ik niet. Als je nu nog 2 ballen schiet, zou je weer 2 keer raken. Mag je nog 2? Misschien als we zo tijd hebben. James Whitty. Hey, goedenavond. Schrijver, columnist, Engeland in hart en nieren. Hart en nieren. Hier alleen om mijn hart, man. Jij hebt zo meteen 3 ballen. En je mag kiezen of de boot op 10, 20 of 30 meter gaat liggen. Dat is gelijk aan het aantal punten wat je scoort als je erin schiet. Oké. Dan ga ik wel meteen voor 30. Lekker, hou ervan. Toch? Lekker, we gaan ervoor. Hou je hem op 30 meter? Ja, natuurlijk. Vind je niet slecht? Kan niet anders zeggen. Nou, is best goed, hè? Het is echt prima, maar... Die wind tegen. Het is een lastig windje. Ja? Ja. Nieuwe excuusje hebben we nog niet eerder gehad, de wind. Goed, maar... Sorry, jongens. Ik denk dat de Hotje het er goed aan heeft gedaan jou niet op te roepen. Vuile Turk. Blinde korfbal. Jij als showmaster, hè, het is jouw spel. We spelen dit nu 2 dagen. Ik ga even zitten. En er is nu al 2 dagen discussie. Ja, het is moeilijk, man. We zitten hier te brainstormen elke keer. En dan in de praktijk... discussie. Hij raakt vandaag de rand. Ja, dan geef je die jongen gewoon 30 punten. Oké, want we zien hier de tussenstand. René van Leeuwen en Simon Tjommer staan bovenaan met 60 punten. James Hurt. Ja, maar stop. René van Leeuwen mocht 4 keer schieten. True.
Oeh. En nu? Nou ja, hoe gaat de show als niemand... Ja, kijk, het gaat natuurlijk heel veel mensen gaan over die 60 heen. Ja, maar dan moeten we dit wel omdraaien. Het hele karig... Ja, maar uiteindelijk, mocht het zo eindigen, dan staat Simon boven René. Hey, maar James, tevreden? Hij heeft vinger geschoten. Ben ik tevreden? Nee. Nee. Nee, echt totaal niet. Maar hij staat ook echt zo in de boot, hè? Zo. Wie? Lars? Ja, maar dat vond ik ook. Hij staat bij mij... Boog van geen centimeter. Nou, wel toch? Het is jouw compagnon in de boot. Is daar nog wat verbetering vatbaar? Zeker. Er is altijd ruimte voor verbetering. Dus ook bij in de boot. Maar hebben jullie eigenlijk al voetvolley gespeeld vandaag? Wie? Jordi en ik. En zo? Ja, je zag het toch in de leader, zag je het? Ja. Heb je het al eens gehoord? Nee, we doen dat tussen de wedstrijden door. Ik had een teamgenoot van jou als team. Ik had ook een teamgenoot. Ja, want jij kent ze allebei heel lang. Ik moest even warm worden. De eerste potjes gingen zwaar. En dan, warm worden, dat ken ik. Ja, en daarna ging het heerlijk. Ik zie uit naar morgen. Volgens mij staat 2-1 in potjes. Jongens, dit is toch totaal niet interessant, dit, jongens. Laten we over Doetje Kroes. Maar Simon, je moet er respect hebben voor je gast. Als je gast je vraag stelt, dan moet je die ook gewoon beantwoorden. 60 punten, netjes. Simon, netjes. Chapeau. Laten we het hebben over voetbal. De eerste wedstrijd vandaag, Zwitserland-Albanië. Gekeken? Nee. Gekeken. Heel slecht. Ja, zoveel mogelijk. Ja. Ik moest natuurlijk nog hier naartoe. Ja, wij hebben hem samen zitten kijken. Ongelooflijk. Ongelooflijk? Ja, de uitslag. Albanië, die moet toch gewoon die moet met minimaal een punt. Ja. 3 keer alleen voor de keeper. Ja. Ik vond Zwitserland tegenvallen. Laten we het ook weer hebben over de keeper. Ja. Wow, wat een mooie foto. Ja, hij zit hier helemaal mis, Berisha, de wisselkeeper van Lazio, dus niet voor niets wisselkeeper. Ja. Maar ja, het is terwijl hij best veel gespeeld heeft dit jaar, toch? Volgens mij valt het wel mee, want die Marchetti keept alles daar wel. Maar dat weet ik niet zeker. Ik dacht dat Marchetti daar gewoon... Zei die verslaggever niet dat hij ook iets van 20 wedstrijden heeft gespeeld? Verslaggevers moet je niet vertrouwen. Ja, maar die commentatoren zijn hier heel feit zijn nee, er vast. Maar, ja, op een gegeven moment, het zag er redelijk uit van Zwitserland. Breekpuntje wel die rode kaart. Ja, aanvoerder Loric. Ja. Nog bij Galatasaray gespeeld. Ik vond hem vindingrijk. Want hij verloor dat duel en die ballen achter. En toen deed hij iets van, ah oh shit. En zo pakte hij die bal achter. Kijken zo van, alsjeblieft straf hem niet, maar hij moest eraf. Je hoopt dan, ik ben dan wel zo iemand die hoopt, weet je, pro-Albanië, dat hij scheidsrechter dan zoiets. Maar hij moest hem geven, die tweede gele kaart. Maar die keeper van Zwitserland? Ja, Jan Sommer, de enige die tot nu toe niet tegenvalt. Ongelooflijk. 2 keer 1-op-1 waar hij echt Zwitserland mee redt. Maar het is ook wel, er komen... Hier ook een prachtige foto. Dit is de kans voor mij in de 85, 86 minuut zoiets. Die bank die stond er half in het veld al. Ja. Maar volgens mij deze jongen speelde, even kijken, bij... Nee, dat is die andere, die is verhuurd aan Vaduz. En er speelt er eentje bij de Colorado Rapids. Ja, dat merk je ook wel als ze voor de keeper komen. Nee, inderdaad, ja. Wat trouwens wel mooi was, jouw tweet vandaag. De moeder van een van de spelers. Wat zeg ik? Van 2 spelers, hier zien we hem. Half Albanese vlag, half Zwitserse vlag. Ja, mama was voor iedereen. Ja. Goed haar ook. Zilver en paars, mooi. Ja, ik weet niet of dat precies de bedoeling was. Jawel. Maar voor mij was het... Je hebt het al een keer meegemaakt op een WK met Boateng natuurlijk. Gaan naar Duitsland. Ja. Die tegen elkaar. Maar dit was de eerste keer voor mij op een EK? Dat zou heel goed kunnen. Ja, het vuur ontbrak een beetje, vond ik hoor. Toch, ja. Dit staan toch... 6 landverraders misschien dan, weet je, dan moet toch op elkaar knallen dan. Ja, ik hoorde die vraag vandaag voorbij komen. Landverrader vind ik ook een beetje sterk. Ja. Nee, maar je weet wat ik bedoel. Misschien was Albanië een paar jaar geleden niet zo aantrekkelijk als je goede voetballer was. Geen logische keuze voor Zwitserland, maar moet dat toch wrijving geven in zo'n wedstrijd. Uit. Waarom hebben zoveel Albanese voor Zwitserland gekozen? Wat is die link? Moet ik dat weten? Ik ben een Engelsman die woont in Amsterdam, maar ik weet niks van Albanië. Het is een supermooie vlag, maar meer weet ik niet. Heel veel met hoe noem je dat? Er zijn heel veel kosten. Vluchtelingen. Geen vluchtelingen, maar wel. Balkan niet heel erg open voor vluchtelingen. Maar Jean-Paul zei net dat Oostenrijk en Zwitserland zich heel vrij opstelden in de grote oorlog. Dat veel kostvoorbanen naar richting Zwitserland en Oostenrijk zijn. Ja, en ik denk als je gewoon... De landverrader is niet goed woord, maar dat zeg ik gewoon heel vrij, omdat ik al Özil en zo zou noemen. Maar dat heeft... Is dat ook een ja, natuurlijk. Maar dat heeft... Nee, maar dat is gewoon... Duitsland. Dus dat is, kom op, man. 10, 15 jaar geleden, ja, dan kan je, als je heel goed bent, voor Albanië gaan. Maar dan doe je het wel echt met je hart, zeg maar, zoals Canada het heeft gedaan. Ja. Maar ja, als je beter kunt met Zwitserland, heb je meer kans op een toernooi. En dat is nu een beetje aan het veranderen. Ja, jij hebt in jeugdploeg gespeeld van Duitsland? Ja. Als je ooit de keuze had gehad, want ik weet dat jij je meer Nederlander nu voelt dan Duitser, toch? Als je ooit de keuze had kunnen maken, wat had je dan gekozen? Duitsland of Nederland? Landverrader.
Ik ben ook een landverrader, dat niet, want ik heb geen vast land. Ik weet niet welke keuze ik had gemaakt. Ik had allebei geen kans gemaakt, dus dat is heel simpel in die tijd. Want in die tijd dat ik op middenveld speelde, hadden we Rafael, hadden we Wesley, hadden we Mark van Bommel. Oh, je bent bijna kampioen geworden als dragende speler bij AZ. Ja, goed, maar dat was in Nederland. En aan de andere kant in Duitsland hoef je helemaal niet over te praten wie daar allemaal speelde. Dus dat was voor mij geen keuze. Met zo? Maar die had je toen nog? Ja, Dit is ouder dan Sjoel, hoor. Ik speelde broer altijd met één Duitser in een FIFA-spelletje. Met Sjoel. Ja, dat was ook mijn lieveling. Nee, ik had... ik denk dat ik nooit de stap had gemaakt. Heel simpel, omdat ik het ook wel nodig vind om mijn paspoort te veranderen. Ja, oké. Okay. We hebben gisteren heel veel reacties gekregen op de Simpel EK Daily Quiz. En vandaag heeft Anne natuurlijk weer een nieuwe vraag voor jullie. Dat is warm, of niet? Dat is best warm, ja. Hoi, ik ben Anne en welkom bij de Simpel EK Daily Quiz. We gaan eerst even kijken naar het antwoord van gisteren. En dan nu de vraag van vandaag. Albanië, Slowakije en Wales debuteren vandaag op een EK eindronde. Welk land deed in de afgelopen voorrondes voor het eerst mee? Weet jij het antwoord en wil je ook kans maken op zo'n super tof voetbalculture shirt? Laat het ons dan weten via Twitter met de hashtag EKDaily of stuur een mailtje naar quiz@ekdaily.tv. Veel succes en tot morgen! Ja, dat is heel mooi, want James... Lastige vraag. Ja, wat was de vraag ook weer? Voor de mensen die hem niet hebben gezien. Hoeveel oren heeft Karsten Janker? Dat was en het 6, dat weet iedereen. Ja, mocht je net zoals James nou niet de vraag hebben gehoord, we zetten hem straks even ook nog los op ons YouTube kanaal, op Twitter en op Facebook. Dus dan kan je gewoon weer meedingen na een voetbalculture shirt. Waarom? Sorry Neil. Waarom wist je eigenlijk niet meer de vraag? Ik vond het best een mooie vrouw. Ja. Oh, vrouw? Ik vond het een mooie vrouw. Ik vind dat je dat complimentje op beeld moet geven. Vond ik een mooi compliment. Wat? Maxima. Het is een jonge Maxima, zei ik. Ja. Het is een jonge Maxima? Ja. Ja. Oké. Okay. Mee eens? Daar ben je. Mag ik nog credits dat ik het gisteren goed had? Met de hint voor Andy dat hij kaal was. Stellea. Ja. Stellea? Wie? Ah. Nee, gisteren was de vraag. Even leuk dat jullie ook gisteren hebben gekeken trouwens. Maar helemaal. Ja, ja. Gisteren was de quizvraag dat in 98 Roemenië 10 van de 11 spelers hun haar blond verfde. Ah, ja, en één speler niet. En wie was dat? En Jordi wist het. Bochten Stellea. De kale. En waarom niet? Hij was kaal. Kan niet blond maken. Ja, en toch wenkbrauwen, kom op man. Dat was dat die kunnen verder. Ja, ja, elke dag sturen we onze grote vriendelijke reus Lars op pad. Dat doen we met een opdracht die jullie aan hem geven via hashtag EKDaily. Laten we even kijken met wat voor opdracht Lars vandaag op pad ging. Speelt vanavond haar eerste wedstrijd op dit EK en claimen altijd de beste supporters van de wereld te hebben. Mijn opdracht van vandaag, uit te zoeken hoe goed zij hun eigen team nou echt kennen. Okay, first question, what's Daniel Welbeck's full name? No idea. Slan. John. Christian. Dave. Welbeck. Daniel Welbeck. Daniel. Danny Welbeck, full name. Daniel Sauleut from Man United, Welbeck. Daniel Colin Lee Welbeck. Daniel, I am well black, Welbeck. Okay, it's Daniel Nitaki Mensa Welbeck. And how do you expect me to know that? Next question. Can you spell Dele Alli for me? D-E-L-L-I. D-E-L-E. D-A-Z-5-7-1-2. D-E-L-I-A-L-I. E-L-I-E-E-L? D-E-L... L E 7 Z 4 L L Daniel D E L I A L I L double A A double L I no L L E. How many times did John Terry sleep with Wayne Bridge's wife? Oh, more than 10. Oh. Many times. Wait there, whose wife? Twice. Yeah, I'm gonna say 3. I'm gonna go with the group. It's a little bit more. 23 times. Oh, it was actually 43 times. Not as much as I did. 20. I don't know, a good part of time. Do you think John Terry is an attractive guy? No, not at all. Well, I think he's very sexy. Please.
Would you sleep with Wayne Bridge's wife? Do you think she... Fucking him himself. Really? I would. Money in the bank, you know. Yeah. Fuck around the pussy. You learn something every day. The correct answer is 269 times. Did he count? Yeah, I asked him. All right. Last question. Can you sing the song about Jamie Vardy? Jamie like a virgin. Touch for the very first time. Jamie Vardy, Jamie Vardy, having a party. Jamie Vardy's having a party. Bring your coke and bring your Charlie. Jamie Vardy, having a party. Bring your vodka and your Charlie. Woo-hoo! Jamie Vardy's having a party. Bring your vodka and your Charlie. Bring your Bacardi and your Charlie. Jamie Vardy having a party. Bring your vodka and your Charlie. What's your Charlie? What's Charlie? Charlie, it's my little cocker spaniel. Jamie Vardy having a party, bring your vodka and your Charlie. Yeah! Bring your fucking and your jelly. Ja, dit was hem weer voor vandaag. Jullie bepalen wat ik morgen ga doen. Vergeet niet jullie opdrachten in te sturen via hashtag EKDaily. Als je dit nou ziet naar je land... Dan schaam ik me best wel voor mijn land, ja. Ja? Ja. Wat een lelijke vrouwen, wat een domme mensen, wat een... Oh. Ja, maar ze zijn wel, ja, maar ze zijn wel grappig, hè? Ze zijn wel grappig, dat is wel leuk. Maar ze zijn niet heel... Is dit een eerlijke afspiegeling van de Engels? Ja, ja, serieus. Het zijn allemaal tokkies en... Ja, nee, maar ja, goede voetballers. Hoe is het eigenlijk met jouw spanning? We hebben nog een half uurtje. Ik zit een beetje wat te shaken en ik ben wel een beetje bang voor die Russen. Kun je nou eens uit te leggen hoe dat nou met de Engelsen is? Dat ze altijd, ongeacht of ze een goede of slechte slecht, altijd denken dat ze Europees of wereldkampioen worden. Hierdoor? Door drank? Serieus? Ja, echt? Ja? Ja, ja, dat is... Oh, lekker. Oh, we kunnen het. Weet je, met super slechte spelers ook. Vroeger dan in ieder geval. Weet je, met Stuart Pearce en... Weet je, en Graham Lasso. En dan denken ze nog steeds... Ja, we gaan hem pakken met Graham Lasso en Peter Beardsley. Die trouwens wel goed was, Peter Beardsley. Ja, ik ben helemaal mee eens, trouwens. Ik vind wel dat Engeland wel aardig wat spelers altijd had. Misschien niet in de bredere team, maar als je de eerste elf meestal nam. Ja, dat was goed. Ja, ja. De meeste wel goede spelers. En ik begrijp ook wel, als je de sterkste competitie... Of laten we niet de sterkste, maar een van de sterkste competities in de wereld hebt. Dan zijn de verwachtingen ook zo wel dat je het moet waarmaken. Niet alleen dat je het kan, maar je moet het eigenlijk waarmaken. Ja. Vooral bij de tv-geld die voor jou spelen. Maar Jordi, jij bent kenner van het buitenlands voetbal. Dit is wel toch een van de eerste jaren weer dat de Engelsen echt excelleren in hun eigen Premier League. Nee, ja, dat zeker. Ik denk dat het ook een groot verschil is. Oh, het is wat meer verspreid. Het komen van meer clubs. Vroeger was het toch, weet je, die hele goede... Je hebt altijd die teamfoto's van... Hoe hebben we hier niet mee kunnen winnen? Met Gerrard, Rio Ferdinand, Coles. Lampard, Cole. Ja, dat middenveld toch altijd Beckham, Gerrard, Lampard. Joe Cole op links, een mooi team. Altijd dezelfde clubs ook die de spelers brachten. Ja, en ik denk dat dat juist wel nu leuk is. Jonge gasten, en ook niet de jongste gasten bij zo'n Leicester City vrouw. Ja, hij gaat waarschijnlijk niet spelen, zagen we net. Banken. Dan zo die opstelling ook bespreken, ja. Wat ik daar opstelling trouwens, 4-3-3 zag ik. We zien net die Engelsen hier in Amsterdam. Dat is superleuk en zo. Hoe kijk je nou naar het gedrag wat de afgelopen dagen heeft plaatsgevonden in Marseille? Schandalig. Dit is dan misschien nog een goede foto, dat ze gewoon aan het vermaken zijn, maar... Ja, het is echt schandalig, man. Ik schaam me dood voor die papjes. Ja. Ja. Maar hoe heel dat? Zonde. Maar weer drank. Gewoon drank. Ja, man. Echt slecht in drinken zijn. We zijn echt... Eet je gewoon, oké, biertje leuk. Bam, ik sluit het tyfus, dat. Ja. Hoe kan dat? Ben je wel eens in terecht gekomen in zo'n situatie? Vroeger, ja. Ja, wel. Het is gewoon een beetje groepsgedrag, waar je gewoon met z'n allen mee. Ja, ja, maar het is echt treurig. Ze staan er wel echt slecht op. Ik heb wel eens, ja, nu weer. Hè, ja. Afgelopen seizoen ook vaak met clubvoetbal. Volgens mij het meeste gebeurt recent bij Chelsea. Ja. Het is natuurlijk niet, het is niet altijd raak, maar als ze in Europa gaan, het zijn wel vaak echt dat je denkt... Ja, maar dit jaar ook in de Premier League gehad, de laatste wedstrijd West Ham United. Ja, met die Toch? Flessen door die bus heen. Ja. Ja. Ja, dat zijn dan nog de normalere supportersincidenten, waar je niet. Maar bij die Engelsen denk ik, val je vaak achter van je stoel af van wow, dit kan echt niet. Toen met die gozer die in zijn gezicht werd geslagen op de terras. Dat is de meest recente. En het racisme in Parijs toen. Ben je bang dat het nu hier echt nog helemaal uit de hand gaat lopen vanavond? Ja. Ja? Ja, maar 100%. Het heeft ook iets te maken met 1998. Hè? Juriaan van Wessum heeft dat ons ook eerder uitgelegd. Ja? Engeland speelde tegen Tunesië.
In Marseille. In Marseille veel mensen met een Tunesische achtergrond. Nou, de lokale bevolking koos daarvoor. Gigantische clash geworden. En dit heeft iets met revanche te maken. Ik zag ook wat foto's van Russen voorbij komen. Ik weet niet wat precies in het verhaal te maken heeft. Het is al een mes in zijn hand. Wauw. Maar dat is ook het meest vervelende. Dus dan zijn er al twee groeperingen die er zo in staan. En dan krijg je de Russen nog erbij op te spitsen. Dat is niet te houden, man. Gek huis. Net over Jur. Voor mij hebben we Jur nu ook hangen. Kijk. Bonsoir, ja. Jur. Sorry? Bonsoir. Goed, de vechtpartijen zijn doorgegaan. Ik begreep dat bij de collega's van de NOS werd gezegd dat het dat het rustiger was. Maar wat ik begrijp uit Marseille is dat het vechten gewoon door is gegaan. Dat de Russen een hele nare rol daarin hebben gespeeld. Want die zijn vanmiddag, toen het een beetje rustiger leek te worden, hebben die een nieuw offensief ingezet. Alsof daar ook nog een rekening mee vereffend moest worden. Dat is allemaal niet mooi, want eigenlijk is de Vieux Port van Marseille is gewoon een hele mooie verzamelplek voor iedereen. En ik kreeg helemaal nog dat toen Oranje daar speelde in 98, dat dat echt fantastisch was en dat die Fransen het alleen maar leuk vonden dat daar opeens een oranje menselijke berg ontstond op dat plein. Maar als alle winkelruiten er weer uit liggen en hotels aan de haven hun terrassen moeten sluiten omdat de stoelen gewoon door de lucht vliegen, dat is natuurlijk allemaal vervelend. Ja, heel erg. 98 was het voor mij, toch? Nederland-Argentinië in Marseille? Ja, toen was het. Nederland speelde 3 wedstrijden in Marseille en geen enkel incident. Nee, James zegt dat hij zijn hart vasthoudt voor straks ook na de wedstrijd. Wat denk jij? Nou, kijk, weet je wat het probleem is met Marseille na de wedstrijd? Is dat dan is het 11 uur en dan is in de omgeving van Velodroom, daar zitten natuurlijk een beetje de minder vrolijke wijken. Dus dat daar heel veel Noord-Afrikanen voor extra rellen zullen zorgen, dat moet je niet uitsluiten. Dus ze moeten eigenlijk onder escorte weg. Het enige wat ik niet begrijp is dat nu wordt gezegd, ja, maar het zijn Engelsen met stadionverbod en die kunnen dan 1 keer in de zoveel tijd weer eens naar een voetbalwedstrijd. Ik begrijp niet dat die mensen die een stadionverbod hebben een toestemming hebben om dan het land uit te gaan gedurende een EK. Dat is het enige wat mij verbaast, want het... Engelsen zitten er ook niet op te wachten, want ze hebben, ik weet niet de welke, ze hebben natuurlijk 1 EK gemist. Dat was 2008, maar ze hebben in 2004 rellen gehad. Ik geloof dat ze nog op het WK, hebben ze het laatste WK in Europa. In 2006 zijn er enorme aanvaringen geweest. Dus de FA weet heus wel dat dit probleem speelt. Dus ja, maar goed. Ja. Hey, ik wilde je eventjes een korte opmerking maken over Kosovo van daarnet. Ja, vertel. Kijk, wat er is gebeurd. Kosovo is eigenlijk een Servische provincie grenzend aan Albanië. Maar toen dat hele Joegoslavië uiteenviel, toen viel Kosovo onder Servië. En toen hebben heel veel Kosovaren die gevlucht waren door de oorlog, of in ieder geval om werkgelegenheid te zoeken naar Zwitserland, zijn dus in Zwitserland opgevangen. Maar dat geldt voor heel veel meer andere soort Joegoslaven, dus Kroaten, Bosniërs. En die Kosovaren die konden toen kiezen eigenlijk alleen maar uit Zwitserland of een andere nationale ploeg. En dat is eigenlijk een fake land geworden. Dat is Albanië, want dat is alsof Limburg zelfstandig is. En dat het dan opeens allemaal bij België gaat voetballen. En dat is een beetje gebeurd. En nu die ploeg van Kosovo dus onder eigen titel mag spelen voor de WK-kwalificaties, mogen al deze spelers nog 1 keer van nationaliteit wisselen. En daarom zijn de broertjes Chaka, die spelen weer samen vanaf september voor het nieuwe team van Kosovo. Ja, hebben ze dus dat al toegezegd dat ze dat gaan doen? Ik denk dat we een heleboel dat gaan doen, ja. Wat ik daarvan begrijp. Zo, dat wordt wel interessant dan. Mooi. Toch, dankjewel Jur voor deze duiding altijd. Ja, hè? Ja, dankjewel. Mochten wij nou vaker er niet uitkomen, schroom het dan niet om even in te skypen, Jur. Ik zag, je kunt ze moeilijk landverraders noemen als het eigenlijk een eigen land is. Dat bedoel ik. Ja, even Jordi op zijn plek zetten, daar hou ik van, Jur. Roep maar vast, we gaan het straks met de man hier op de bank doen. Jouw voorspelling voor de wedstrijd straks? Ik vind dat die Engelsen wel erg optimistisch zijn. Dat was ik ook. Maar tot nu toe heb ik al 2 uitslagen niet helemaal goed gehad. Dus, niet helemaal goed. Ik dacht dat Engeland dik zou winnen, maar het zou me niks verbazen. Het is vandaag de verjaardag van Capello. Hij is 70 geworden. Hij heeft beide teams in de stijgers gezet. Daarna zijn die stijgers weer ingestort. Ik verwacht een leuke 1-1. Leuke 1-1. Goed. Dankjewel Jur en ik spreek je snel. Ja, oké. Okay. En kijk vanavond. Hè. Weer om 11 uur op Frans
En heel Nederland gaat naar je kijken, Jur, ja, bij deze. Dank je. Ik heb EKD'tjes genoemd, Chris. Top. Ja. Vanavond weer. Hoi, hoi. Oké, ciao. Ciao, ciao. Dit is toch geweldig. Ja, dit is fantastisch, man. Wat een man, heerlijk. Het uitlegt ook, met dat, ja. Dat vind ik geweldig dat men dat weet. Dat vind ik top. Ja, het is voor ons, ja, ik weet niet, ook voor jullie de man altijd van Eurogoals geweest. Dat je vroeger Eurogoals had gekeken. Oh, ja, heerlijk. Dat is deze man. Ja? Oh, wauw. Ja. Wat een held. Ja, de absolute held. Eurogoals. Ja, hoe kijk jij nu tegenaan wat er met die Engels allemaal gebeurt in Marseille? Ja, ik denk dat je me de hele tijd hoofd schudden. Want ik vind... We hebben echt betere dingen te doen dan op een paar stellen van deze idioten te letten op dit moment. Ik denk dat we allemaal blij zijn dat het EK veilig is en veilig gehouden wordt. Dan heb je dit niet nodig. En ik zal ze echt allemaal naar het sturen. Allemaal wegwezen. Ja. 70.000 hè, nu in Marseille. 70.000? 70.000 las ik. 20.000 Russen. Ja, Marseille is al zo'n leuke stad. We gaan trouwens straks nog even proberen om even te schakelen met Londen. Daar zit René. Dus René is in Londen. Dus die gaat in de pub kijken. Ja, dus ik ben heel benieuwd. Jaloers op René. Ja. Leuk. Jij gaat ook trouwens naar een wedstrijd van Engeland. Even kijken dan. Ik ga naar de wedstrijd van donderdag, ja. Te leuk. Wie ga je? Steekpartijen en alles. Zin in. Leuk stoeltjes gooien naar gehandicapte mensen. Ga je eentje? Of? Ja, ik ga samen met papa natuurlijk. Met papa? Ja, let's go. Ja? Ja. Ja. Je bent ook met papa naar... welke final was dat? Of? Ik was naar de League Cup final geweest. Final. Ja, was een tegenvaller. Waarom? Ja, zijn verloren penalty. Hij is een heel groot Liverpool fan. Dus, steeds minder. Wat een teleurstelling. Nou, ik denk dat je nu volgend jaar echt gaat genieten. Ja. Die trainer is echt geweldig. Ja, top trainen. Echt top trainen. Ja. Nee, niet daarom. Echt, ik heb niet zoveel met Duitse trainers. Maar als je nu de nieuwe generatie trainers ziet. Mm-hmm. Ook wat nu aankomt. Kijk, Pep Guardiola, dat was natuurlijk ook top. Maar als je kijkt naar Tuchel, dus Mainz, Dortmund, Liverpool. Dan zie je daarna. Daarvoor zag je dus Klopp, bedoel ik, zelfde. Liverpool. Mm-hmm. En Tuchel nu naar Dortmund. Wat hij nu ook weer doet met Dortmund. Mm-hmm. Dan heb je nu weer de jonge trainer bij Mainz. Dan heb je de jonge trainer nu bij Hoffenheim, die het ook geweldig. Heel goed. Je hebt echt leuke 28. Maar je hebt echt een leuke trainers nu. Ja. Je bent jaloers op René, denk ik. Want René hangt nu in een bomvolle pub in... Yes! Ja. Kijk eens. Daar is ook een ginger. Dat is ook leuk. Kijk, ze gaan allemaal rond. René, hoor je mij? Goedenavond. Oh, de opstelling van Rusland is in beeld. René, hoor je mij? Goedenavond, René. Ja, ik hoor je. Okay. Zullen we even lekker correspondentje spelen? Hoe is de sfeer in Londen? Het staat hier al drie keer, kan ik wel zeggen. We beginnen hier goed met linken, dat is goed te merken. Het hartstikke gezellig. En het wordt een partner. Goed, voor mij heb je het heel erg naar je zin daar. We hadden net Jurriaan, die is gematigd positief. Ik denk dat je niet dat je iemand daar gaat vinden die gematigd positief is over de wedstrijd vanavond, toch? Nou, ik had net een gast en die zei van logischerwijs wordt het 3-0. Maar ja, het is wel Engeland. Dus je weet het maar nooit. Dat is nooit logisch. Een goede conclusie. Ja. Hoeveel bier heb jij eigenlijk trouwens? Een stuk of 5, 6. Zoiets. Maar het is wel gezellig. Dan ben jij altijd op je beste. Nee, waar sta je eigenlijk in Londen? Bar Kick. Dankzij een tip van iemand van de AD Noorden. Chick, is het gezellig. Hoor je muzikaal of niet? Ja, maar dat is gezellig. Zo kan het ook. Voor mij gaat het. Ongelooflijk. Ja, voor mij prima naar zijn zin. Ja, zo kan het ook. Legendarische Tuurlijk, zo kan het ook. Belangrijk, hè? Wat zeg je? Supporters. Zijn heel erg belangrijk. Het is vermaak. Je moet de vermaak tonen. Ook in Turkije, als je kijkt... Ik noem je nou Turkije omdat je naast me zit. Als je de supporters ziet hoe ze zijn tijdens de wedstrijd. Geweldig. Alleen dan moet na de wedstrijd moet toch klaar zijn. Ja. En voor de wedstrijd moet ook klaar zijn. Maar in de wedstrijd mag je doen en laten wat je wil. Op een positieve manier, hè? Ja. Ah, dat is toch geweldig als ze zingen als ze doen. Ja, dat is ook een kick voor de voetballers. Voor de uitzending hadden we het daarover. Tot nu toe, wat dat betreft, is het een beetje stil in de stadions. Ja, dat vind ik ook. We hadden het gisteren over Frankrijk. Wat Jurriaan terecht zei, dat als je Frankrijk, Roemenië als openingwedstrijd bijvoorbeeld in Marseille laat spelen. Hè, waar er echt vuur is onder de mensen. Waar voetbal super belangrijk. Ja, ja. En gisteren was het eigenlijk
eigenlijk steriel, ja, Parijs. Tot de laatste 10 minuten was het echt super steriel. Want heel soms zie je alleen Le Bleu. Dat hoorde in de eerste 10 minuten. Misschien waren ze ook een beetje mur geslagen door de opening. Maar dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar goed. Sowieso zijn natuurlijk nationale teamsupporters zijn het tikkeltje clubsupporters light. Maar alleen sommige landen die krijgen het. Jou het verschil niet tussen Galatasaray en Turkije? Nee. Ik zeg, er zijn uitzonderingen. En ik zie bij James ook niet het verschil tussen Engeland en Liverpool voor mij. Ook niet bij jou, bij Ierland en? En Heracles. Ja. Nee, dat is je grote voorbeeld, Tom Egbers. Oh, Tommy. Ik zie je, Tom. Maar goed, laten we het even over het voetballen gedeelte hebben. Voor mij zijn de opstellingen in ieder geval bekend. Kijk, Engeland gaat spelen met Hart, Walker, Small en Cahill, Rose, Dyer, Ellie, Rooney, Sterling, Lallana en Kane. 4-3-3. Aanvallend, ja. We hebben het heel lang in de voorbereiding over gehad dat ze 4-4-2 gaan spelen met de Ruit op middenveld. Rooney achter de twee spitsen, Vardy en Kane. Het is toch anders geworden, Jordi. Ja, ik zou willen vragen aan James, als je Smalling of Cahill moet wisselen voor Stones, wie haal je eruit dan? Dan haal ik Smalling eruit, ja. Ja. Want? Ja, Manchester. Kom op. Wat vind jij van deze opstelling? Ja, de vraag is nu, hoe speelt Rusland? Ja, dat is inderdaad, ja. We hebben nog geen Russische opstelling hier. Want dit is natuurlijk, kijk, de trainer maakt waarschijnlijk zijn keuze ook gebaseerd op tegen wie hij speelt. Ja. Normaal gesproken kan je een Vardy niet eruit laten na dit seizoen. Ik zal even kijken of ik hier gelijk de opstelling voor Rusland. Ik ga ervan uit dat hij een bepaalde keuze maakt in verband met hoe de tegenstander speelt. En gezien zijn kwaliteiten. Ja. Ellie en Rooney zullen wel naar achteren moeten gaan lopen zometeen. Rooney kan wel. Maar Rooney kan wel omschakelen. Ik maak me ook bij Rooney geen zorgen in de nationale elftal dat hij het niet op kan brengen. Want zelfs bij Man United heeft hij echt alles eraan gedaan om het team te helpen. Met de finale inderdaad ook. Daar stond hij een paar keer op de doellijn, geloof ik. Lallana, weet niet. Had wel een paar goede laatste weken bij Liverpool. Maar jij zit op Liverpool. Vind je terecht? Ik vind Lallana een 7.2, dus nee. Ja. Nee, maar hij is echt super technisch, maar hij is niet heel weet je, powerful of zo. Het is gewoon een beetje een te gemiddeld. Ja. Misschien laat hij wel hem een beetje zwerven, zodat hij Rooney wat dieper laat. We gaan zo even kijken naar de opstelling van Rusland. Het grappige... Jamie Vardy op de bank vind ik wel gedurfd, ja. Ja. Het grappige over Rusland... Maar ik denk dat... dat is wat ik bedoel. Ik denk dat Rusland natuurlijk vrij defensief gaat spelen tegen Engeland. 4-5-1 of zo. Hij verwacht nu natuurlijk dat hij via de buiten moet spelen. En met Vardy heb je natuurlijk vooral een speler die ook in de diepte sterk is. Ik denk dat hij echt wil pompen van de zijkant ook. En met Rooney bijsluiten om dan twee sterk in de box te stellen. Dat denk ik. Maar ik heb Rusland niet gezien op zijn. We gaan het zo even over Rusland hebben. Want je zag hem net op Skype. Juriaan van Wessem. Hij heeft bij elke groep één speler eruit gepikt waar hij iets langer over wil praten. En in groep B is dat een Russische speler geworden. In groep B is het Britse onderhondje tussen Engeland en Wales misschien wel het meest aantrekkelijke affiche. Maar met de landen als Slowakije en Rusland zou het wel eens een sensationele groep kunnen worden. Van de Russen mag het een en ander worden verwacht. Over 2 jaar zijn zij het gastland van het aanstaande WK. En in die ploeg zal Igor Akinfeev, de doelman, weer een belangrijke rol spelen. Akinfeev, zegt u, dat is toch die keeper die al 10 jaar meegaat op het hoogste niveau? Ja, dat is zo. 11 jaar geleden won hij met CSKA Moskou de UEFA Cup. Maar hij is nu pas 30 jaar. Hij was toen 19. Dat hebben we een beetje onderschat. Maar de hele Russische ploeg is onder Capello en al die andere figuranten die de afgelopen jaren daar geld kwamen verdienen, behoorlijk op de schop genomen. Maar Akinfeev staat nog altijd in het doel en zal, als het aan Poetin ligt, ook over 2 jaar de keeper zijn van de Russische nationale ploeg. Dat is toch best wel een knappe prestatie. Hij gaat dus weer naar een eindtoernooi en van hem mag ook wel het een en ander worden verwacht. Maar hij is ook wel een heldenkeeper. We zullen het in West-Europa niet vaak hebben teruggezien. Maar in de wedstrijd tegen Montenegro kreeg hij zowaar een vuurpijl tegen zijn lichaam. En werd met brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis van Podgorica. Alleen al daarom is het eigenlijk de moeite waard dat Akinfeev nu weer in het doel staat bij Rusland. Het is natuurlijk een rare keeper die maar één club in zijn loopbaan heeft gekend. En CSKA Moskou, daar weten we één ding van. Het is een stugge ploeg, maar het is ook een beetje anonieme ploeg op het allerhoogste niveau in Europa. Vandaar dat dit EK een enorme kans biedt aan Akinfeev om zijn kunst te vertonen in de traditie van Yashin en Dasayev.
Wat een leuke man is dat, zeg. Hallo. Oh, sorry. Al jarenlang. Nee, dat is superleuk, man, natuurlijk. Geniet dat. Ja. Toch? Praat door, alsjeblieft. Al, zo lang vaste keuze. Eén opvallende naam. Ik zie net die opstelling hier van de Russen. Neustetter. Klinkt niet heel Russisch. Nee, spelen voor Schalke. Maar ja, als je de EK preview... Roman Neustetter. Een man vooral, vind je? Nee, maar hij heeft zoveel bloed door zijn lichaam lopen. Ja, dat hebben heel veel mensen, maar uit verschillende landen. Het helemaal uitgelegd, maar ja, voor mij die Duitsland, Rusland, Kazachstan. Weet je, de nieuwe Januzaj? Ja, nou ja, waarschijnlijk heeft hij zo gemixte voorouders. Maar het was natuurlijk heel moeilijk voor hem met Duitsland. Ja. Ja. En dan kies je daarna sterkste ploeg. Ja, ik zie waarom hier de opstelling Smolov. Fedor, dat is in de basis. Ja, zeker. In ieder geval als line-up 11 niet ligt, dan staat Smolov een 4-5-1 gaan ze spelen. Ja. Zie je, dat zei ik net, 4-5-1. Kijk, verstand, jongen. Dit is voor Tom Egbers weer, hè? Deze. Deze? Ja. Maar zit je bij Tom bij de NOS? Ik ook morgen. Niet, nee, hij belt me nooit. Bel me, Tom. Shit, man. Ik heb geld nodig. Links en rechtsback bij je dan? Rechtsback was... Rose en Walker. Ja. Walker. Spurs. Ik denk dat hij ook nog die twee buitenspelers af en toe naar binnen laat gaan en de backs opkomen. Centrum. Tegen het 4-5-1. Ik las volgens mij vanmiddag dat het centrum van Rusland is bij elkaar 70 of 72 of zo. Ja. In ieder geval. Berezovski nog steeds, hè? Ja, die spelen allebei volgens mij. Ignace Futures 36, geloof ik. Berezovski, mooi, man. Ja. Ja. En, die doet het niet mee. Zou ik wel even maar even Tsuba speelt er niet? Dat is wel de reden dat Fadi niet speelt. Wel baas, oké. Dat is wel duidelijk de reden dat Fadi niet speelt. Ja, en het is ook gewoon... Hoge bal of geen? Gewoon hoge bal. Veel voorzetten, veel overlopen aan de zijkanten. Maar volgens mij ben je ook wel redelijk met één wissel dat je het helemaal verandert. Ja. Dus dan kan je altijd gewoon toch naar die twee spitsen gaan. Ja. Mochten ze maar Rusland afwachten. Een getergde Jamie Vardy is ook niet verkeerd. Maar goed, ik las ook overal bij die previews dat Roemenië in zou zakken. En die gingen het eerste kwartier toen dus volle bak druk zetten. Ja, maar die previews, je weet niet alles, hè. Wil je iets recht zetten op de camera? Nee, nog niet eigenlijk. Ik sta er nog achter. Ik sta nog mee achter de meeste. Maar wat ik zeg, Roemenië positief verbaasd. Heel goed, vond ik. Of ze uiteindelijk kijken dat ze gisteren leuk tegen Frankrijk doen. Moeten we maar zien of ze die pool doorkomen. Nou, dat denk ik wel, toch? Ja. Ik denk wel derde, ja. Dat moet ja, derde, maar alleen de twee beste derde gaat nee, ja, want het is voor Zwitserland de beste derde. Vier van... Derde. Je hebt 6 pools. En de 4 beste nummers 3 gaan door. De 4? Ja, ze vallen er 2 af. Ja, dat is echt makkelijk geworden. Dus ik denk ook dat de ploegen gaan denken, ook in die eerste wedstrijd. Oké, dan kunnen we een kleine nederlaag leiden. En dan maar dicht houden, want dan in je volgende twee wedstrijden punten. Doelsaldo en doelpunten voor. Maar ja, het zou moeten stimuleren om aan te vallen. Want doelpunten voor telt ook nog mee. Ja. Maar... Sowieso. Ik ben het wel eens met Simon, wat hij aan het begin zei. Iedereen is nog zoekende, zeker de eerste wedstrijden. Ja. Er is nooit een ploeg geweest in de afgelopen jaar die vanaf is de eerste dag... Het is wel echt een primeur dit, hè? Hij zegt, ik ben het eens met Simon. Dat is nog nooit gebeurd. Nee, en daarom wil ik ook gelijk naar iets waarmee ik je waarschijnlijk terug kan pakken de volgende keer dat je hier zit. Doe maar je voorspelling. Oef. Ik ga voor een duidelijke overwinning van Engeland. Ik zeg dat we voor het eerst 3 goals zien. En ik denk dat Rusland... Ja, ze maken 1 goal. 3-1. Ja, ik word continu gefactcheckt. Ja, ik moet om de 3 kwartier moet ik een voorspelling doen. Ik heb geen idee wat ik heb ingevuld in de pool. Ik wou 2-2 zeggen, maar... Oh, ja, hier. Ja, dat ik heb het goed onthouden. Okay. Maar voor James 3-2, man. Laatste minuut. Hoezo voor mij? Hoezo voor mij met Liep? Ja, en Lars, ik zou je even zeggen. Lars had hem gisteren ook goed. Ja. Ja? Lars daar bovenaan. Ja, 2-1. Kees 2-0 en Jean-Paul 2-1. Dat is wel een hele jonge foto van jou. Ik aan jongens. Ja, dit is Groot-Brittannië. Ja. Dit doet pijn, of niet? Ja, dat is pijnlijk. Ik ga voor 4-2. Lekker, dat hoop ik wel. Ja, veel doelpunten. Rode kaart ook nog? 6 doden. na de wedstrijd. Dit kan niet van dit worden, hè? Dit meen je niet. Sorry, meneer. En mama. Oké, als het goed is gaan we ook eigenlijk zo meteen nog even luisteren naar de voorspelling van de man die gisteren een voorspelling... Kijk, daar is die. Hey. Andy. Hallo dan. Andy, allereerste vraag. Ja. Waar is mijn glas? Heb ik meegenomen naar... Ja, want het is allemaal leuk en aardig dat we een weddenschap afspreken voor een fles Bacardi, maar dat betekent niet dat je mijn glazen mee kan nemen hier uit de studio. Ik kon hem niet laten staan en smaakt het goed. Oké, okay. Heb je al nagedacht hoe we dit gaan oplossen? Want jij zei gisteren 2-0, het werd 2-1. Ja. Ja, ik weet het niet. Ik zat er dichtbij toch, of niet? Dichtbij?
Goed, ik ga je een herkansing geven. Je moet natuurlijk elke wedstrijd kijken. Dat zei je gisteren hier op de bank. Hoe goed heb je aan je belofte weten te houden vandaag? Ik heb vandaag de eerste wedstrijd gekeken. En de tweede wedstrijd mocht ik niet kijken van mevrouw. Toen moest ik mee. Toen moest je mee? Maar dit is je werk, hè, Andy? Ja, dat heb ik gezegd tegen hem. Maar dit hier naast me. Dus ik was wel niet op beeld. Zeg het een kip op vandaag. Wat de hel. Zien jullie niet meer. Maar je mocht de tweede wedstrijd niet kijken. Nou, laten we dan maar even kijken wat jij verwacht van Engeland tegen Rusland. Ja, ik denk dat Engeland wint met 1-0. Ze hebben al geen wedstrijd gewonnen nog, hè, in de eerste wedstrijd die ze op een EK hebben gespeeld. Maar ik denk dat ze nu wel een goede selectie hebben en ik gun het ze ook wel. Ik weet niet welke statistiek je er tegen... Wat gooi je er nou tegenaan, Andy? Ik zeg een 1-0'tje. Nee, maar wat je daarvoor zei, ze hebben nog nooit een wedstrijd gewonnen? Nee, op een EK, de eerste wedstrijd, hebben ze niet gewonnen, nee. Wist jij dat niet? Je bent echt kennis. Er zitten hier echt drie mensen. Ja, EK 96 ook niet? Jawel, toen speelden ze tegen wie... Schotland, Nederland en? Maar Andy heeft dit gewoon uitgezocht. Ja, waarom Zwitserland. Waarom twijfelen jullie dan? Ik weet het niet. Als Andy dit is zo mooi. Je krijgt gewoon de studio helemaal stil, Andy. Okay, maar je denkt dus wel dat de Engelsen nu winnen? 1-0, ja. Ja, ik denk dat ze 1-0 winnen. 1-0 winnen. Okay. Is genoeg. Maar oké, 1-0 moet nu echt goed zijn. Hè? Anders morgen geen Bacardi in je als je op de bank zit. Ik mag op zondag geen Bacardi drinken van mijn vrouw. Alleen op vrijdag. Van wie mag je nou niet drinken? Van mijn vrouw. Hey. Ze heeft er echt zin in. Ze vindt het ook superleuk dat je hier aan meedoet. Ja, ze had de portemonnee gevonden. Dus goed dan. Hey Andy, geniet van de wedstrijd. Ja. En ik zie je morgenavond hier. Hopelijk, Ik wil John even de groet doen. John is een goede gozer. Andy, dankjewel. John nog bij Twente. Ze was nog een heel jong jongetje. Ja? Ik zat altijd naar mijn ex-vrouw te loeren, die vieze riks. welke ex-vrouw is dat? Ja, dat was mijn eerste ex-vrouw. Ik weet niet hoe ze heet. Oh! Maar begreep je dat Simon daarnaar keek? Ja, die zat altijd te loeren in het spelen van. Ik zat er wel wat anders toe bij jou. Okay. Nou goed, dankjewel voor deze fantastische anekdote. Goeie anekdote, ja. Yes. Fijne avond, Andy. Geniet van de bako's en tot morgen. Hey. Tot morgen, doei. Dus word je even lekker voor het blok gered. Of heeft hij gelijk? Nee, hij heeft niet gelijk. Je zat niet te loeren? Nee, maar dat was... Nee, niet. Nee. Ik ben niet zo'n type. Ik heb geen idee. Nou, dat was net zo'n gezellige sfeer. Dankjewel, Andy. Dankjewel, Andy. Ik ben allemaal druk hier. Stoelen gooien gaat. Ja. Oké, dank in ieder geval. Dankjewel. Ik zal morgen aan Andy het hele verhaal vragen. Als je de volgende keer zit, dan... Laat het vrijdag maar komen. Ben ik er toch weer? Volgende week vrijdag weer. Gezellig. Leuk. Laat Andy ook maar komen. Kunnen we meteen uitpraten. Ja? Okay. Nee, dat zou ik echt leuk vinden. Lang niet gezien. Ja, is goed. Jordi, dankjewel. Heel veel plezier. Jij gaat morgen naar Turkije-Kroatië. Na Engeland, Rusland meteen naar bed. Morgen vroeg gaan we naar Parijs. Heel vet. Even 3 punten halen. Iedereen kan alles volgen van je reis. Je gaat alles uploaden. Absoluut, absoluut. Je gaat ook proberen om te periscopen vlak voor de wedstrijd. Ja, nou ja, het hele traject. Zodra we een beetje bereik hebben en we hebben wat te melden, dan zullen we dat niet nalaten. Periscope, FC afkicken. Gewoon toch FC afkicken. Het is niet te missen momenteel, het toch? Het is niet te missen. Het is niet te missen. Hashtag Ekadeli. Internet, Jordi. Ja, natuurlijk. Trending in Zwolle. Ja, dankjewel voor deze informatie. Zwolle, super tof dat jullie allemaal kijken. Stix en Rico. Hashtag Ekadeli. Ja. James, dankjewel. Jij ook. Heel veel plezier met de wedstrijd. En nu? Nu. Nu ook natuurlijk, maar donderdag ook dat je naartoe gaat. Ja. En ik zie je vast wel hier weer aanschuiven. Ongetwijfeld. Ik hoop dat je hier gewoon... Wil je eigenlijk in alle rust, moeten we een hoekje zo voor je creëren waar je gaat kijken? Nee, maar ik ga gewoon even... Gewoon lekker. Okay. Lekker samen met z'n allen. Meest je volkslied? Nee man, slecht lied. Oké, slecht lied. Oké, dan zingen we niet mee. Jullie, hartstikke bedankt voor het kijken. Dit was Ekadeli voor vandaag. Wil je meepraten gedurende een dag? Volg ons op Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. Daar zijn we eigenlijk niet te vinden. Abonneer je ook absoluut even. Dan mis je namelijk niks van de update gedurende de dag. En ik zie jullie graag morgen om 8 uur weer terug met de nieuwe Ekadeli.